Bisschoppen Duiveland is met zijn platteland en boswachterij een ideale plek voor het houden van paarden. Misschien niet het elegantste, maar wel het meest imposante ras is het Zeeuwse trekpaard. Het dier is de ster tijdens folkloristische evenementen op het eiland. Het trekpaard heeft veel fans. Wat ik met trekpaarden heb is hun kracht, hun massa en als belangrijkste hun makkelijke karakter. Dat makkelijke karakter heeft te maken met de afkomst van het trekpaard. Het ras wordt in de tweede helft van de 19e eeuw gefokt in Pajottenland, een streek in Vlaanderen. Fokkers spelen in op de vraag vanuit het bedrijfsleven dat gemoedelijke en krachtige paarden zoekt vanwege de economische groei. De opgang van de industrie creëerde een gigantische vraag naar paardenkracht, letterlijk en figuurlijk. Dus als werkkracht in havens, in fabrieken, nijverheid, in mijnen. En die industriële revolutie creëert de vraag. Dekhengsten uit het Pajottenland worden een succesnummer. Ze vormen tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog het exportproduct van België. Tegelijkertijd doen zich op het Schouwse platteland belangrijke ontwikkelingen voor. Aan de teelt van meekrap, tot dan toe een van de belangrijkste gewassen, komt een eind. Chemici ontdekken een synthetisch alternatief voor de wortel, waaruit kleurstof wordt gewonnen. Boeren schakelen daarom langzamerhand over op suikerbieten, waarvoor zware wagens nodig zijn. Bovendien verschijnen er voor die tijd moderne landbouwwerktuigen op de Schouwse akkers. En daar had men gewoon zware paarden voor nodig, voor die mechanisatie en voor de suikerbietenteelt. Dus dat kwam heel goed uit dat die net toen in België ook gefokt werden. Bij de verspreiding van het trekpaard op het eiland speelt de Bond van Paardenfokkers in Schouwen en Duiveland een belangrijke rol. De voorganger van de Fok- en Menvereniging wordt in 1917 opgericht door herenboeren die het belang inzien van een goed fokprogramma. Er werd voorlichting gegeven, lezingen werden georganiseerd, keuringen werden georganiseerd. Soms zelfs dat ze gemeenschappelijk een dekhengst inkochten. En eigenlijk alles ter verbetering van het paardenras hier. En en passant was dat natuurlijk ook heel nuttig voor de inkomsten, want die paarden werden voor veel geld verkocht. In 1928 telt Schouwen-Duiveland een kleine 20 fokstallen en zo'n 2000 trekpaarden. Ze bepalen het dagelijks beeld van het eiland. Van vrachtriers tot lijkbezorgers, iedereen maakt gebruik van paarden. Natuurlijk draagt ook op het land het trekpaard zijn steentje bij. Herenboeren hebben speciale, naar verhouding goed betaalde paardenknechten in dienst om voor de dieren te zorgen en met ze te werken. Het waren mensen die dus voor zo'n span paarden verantwoordelijk waren en daarmee ploegden en allerlei andere landwerkzaamheden mee deden. Right. Goed zo. Maar de vooruitgang is niet te stuiten. En het trekpaard boet na de oorlog snel een betekenis in. De oorzaak ligt bij de economische steun die de Amerikanen bieden aan het herreizende Europa. De zogeheten Marshallhulp. Toen werden dus veel trekkers geschonken. In totaal 19.000 zijn er dus in Nederland gekomen. Die konden de boeren kopen. En die gingen toen toch de paarden ook al vervangen. Wat er dan nog een trekpaard resteert, verdrinkt grotendeels tijdens de ramp. Als in de jaren daarna een grote herverkaveling plaatsvindt op het eiland, blijven er enkel nog bedrijven over van tenminste 15 hectare. Groot genoeg om de mechanisatieslag te maken. Ik ben bijvoorbeeld begonnen als boer in 1952. Ik heb net de ramp nog meegemaakt. Ik had toen al geen paarden meer. Maar na de ramp zijn er toch veel boeren die geen paarden meer teruggenomen hebben. Toen is dus de mechanisatie dus versneld doorgevoerd. En zo wordt het moderne boeren op Schouwen-Duiveland in de jaren 50 een feit. Het beeld van het trekpaard op de eilandelijke akkers behoort tot het verleden. Van de 2000 trekpaarden die Schouwen-Duiveland ooit telde, zijn er nog zo'n 60 over. Ook is er nog een handjevol fokkers. Het zijn liefhebbers die bij lange na niet de bedragen toucheren die hun collega's van voor de oorlog kregen voor een paard. Nou, in deze tijd moet je geen trekpaarden meer houden om er te veel aan te verdienen. Het is eigenlijk een hobby die geld kost. Ja. Maar een succesvolle fokker weet zich gelukkig al genoeg beloond.
jammer. Het trekpaard door het Noordwellen. Tweede jaar dat we hier zijn. En we gaan kijken naar de volgende deelnemer. Met stoknummer 209, Koen Brooijmans. Rijendaal team. Met Erik Hagen en Martijn Bouwman.